Hey, dames en heren, appelen en peren. Vandaag ga ik jullie meenemen naar het fruktropische eiland van Juicy Fruit, waar wij gaan proberen via een uniek mechanisme, ik heb het nog nergens anders gezien eigenlijk, om grondstoffen te verzamelen. In dit geval fruit van alle soorten en maten. En dan gaan we proberen daar zo goed mogelijk bestellingen te leveren en zaakjes op te starten, waardoor we punten gaan verdienen. Ja, zo gaat het meestal. Laten we eens kijken naar de spelregels. Wil je weten wat ik van het spel vind? Dan moet je doorkijken tot het einde. Om aan Juicy Fruits te beginnen leggen we de twee bordjes op tafel, waarvan we het scorebord ook kunnen omdraaien als we meteen de gevorderde variant willen spelen, waar dat we ook vruchtensapjes gaan maken. Ik raad het pas aan na een paar spelletjes, of als je al heel veel spelletjes speelt in het algemeen, dan kan je hier ook meteen mee beginnen. Het is niet zoveel moeilijker. Maak een voorraad voor al het fruit, ergens binnen het bereik van alle spelers. Plaats de zes grote locatietegels naast het zakelijke bordje. Schuffel de 24 business fiches en afhankelijk van het aantal spelers gaan we er een aantal op dit bordje moeten leggen. Als we met twee spelers zijn, vullen we de eerste twee kolommen, met drie spelers de derde ook en met vier spelers ook de laatste. Er is één business die je enkel gebruikt wanneer je ook met de gevorderde variant speelt en dat is deze limonadestand. Dus als je dat zonder speelt, dan vervang je die door een andere. Overige tegeltjes die mogen terug naar de doos. We hebben ook 15 ijscrème fiches. Die moeten we sorteren en op stapeltjes leggen op de juiste matchende afbeelding. Ik heb hier bijvoorbeeld groene ijsjes van 7 punten, die komen dus hierop te liggen. Plaats de licentiemarkeerder op het vak dat overeenkomt met het aantal rondes dat we spelen, afhankelijk van het aantal spelers. Met 2 zouden we hier starten, met 3 zie ik hier 3 mannetjes staan, dus we starten daar. Iedere speler krijgt vervolgens een eilandbordje. Je speelt niet op deze kant als we solo te spelen. En componenten in één kleur. Neem één van jouw spelertokens en leg dat op 0 of 100 punten. De andere twee heb je enkel nodig wanneer je de gevorderde variant speelt, anders kunnen die terug in de doos. Maar je legt hier een stapeltje in het begin van het sapjesspoor. Dan hebben we 5 collector tokens. Aan de andere kant staan daar manden met fruit op. Je moet die eigenlijk schuffelen zodat die willekeurig komen te liggen op deze 5 vakjes die samen een kruis vormen. En als je ze eenmaal willekeurig hebt gelegd, kan je ze opendraaien. Dan moeten we 2 zakken maken met schepen. Je hebt schepen in de ene zak zitten met een oranje bootje op aan de achterkant. En je hebt er met een groen bootje in de andere zak zitten. Iedere speler mag met eender welke zak beginnen. Het komt niet zo nauw. En je trekt daar willekeurig een schip uit. Je legt dat met de bestellingkant omhoog. En je begint normaal gesproken bij deze speciale boei. Je hebt er allemaal rode boeien, maar deze is een beetje bijzonder. En dan leg je die zo, zodat die half op het strand ligt en half op dat vakje. En vanuit hier ga je naar de volgende boeien, kloksgewijs. Dus ik ga er overal terug eentje in leggen. Zo, deze zak kan ik doorgeven. Mogelijk aan een speler die de andere zak heeft gehad met de groene bootjes. En nu ga je eigenlijk alle overige plaatsen buiten de hoekpunten opvullen. En je kan opnieuw hier beginnen om het eerlijk te houden. Dus in totaal ga je dan 12 bootjes hebben liggen. 6 gemakkelijke en 6 moeilijke. De zakken met bootjes hebben we verder niet nodig, dus die kunnen terug in de doos. En dan moeten we nog een startspeler kiezen. Dat is de speler die het meest recent nog een stuk fruit heeft gegeten. En ja, tomaat telt mee als fruit. En om dat aan te geven draait hij deze postkaart naar de andere kant. En dan staat er een eentje. We spelen het spel beurtelings, te beginnen met de startspeler en met de klok mee. En het spel eindigt van zodra deze markeerder hier beneden is geraakt bij het kruisje. Hoe dat kan, dat zien we in de loop van de spelregels. Iedere beurt bestaat uit 2 stappen, of eventueel 3 als je met de gevorderde regel speelt. Dus ik ga het ook daarmee uitleggen. Als je zonder speelt, dan mag je gewoon stap 3 overslaan. Verder is het exact hetzelfde. Stap 1 is het verplaatsen van een van jouw bruine tegels op jouw bordje. In het begin zijn dat enkel deze fruitmanden, de verzamelaarfiches, ofwel later in het spel kunnen daar ook ijscrèmekarren bij komen. De eerste zet gaat altijd bestaan uit het verplaatsen van een van deze fiches voor 1 stapje, bijvoorbeeld de banaan. En dan krijg ik dus 1 banaan. Dat is het enige wat je in de eerste stap doet.
Maar later in het spel kunnen ze eventueel ook meerdere stappen zetten. En per stap krijg je dan het betreffende stuk fruit. Dus nu heb ik eigenlijk al 2 beurten gedaan, zo snel gaat het. Voor stap 2 van de beurt heb je keuze uit 2 dingen. Ga ik een van mijn schepen bevoorraden? Dus voor deze bestelling heb ik 2 paarse fiches nodig. Volgens de spelregels zijn dat mangostenen en 1 banaan. Ik noem ze meestal pruimen eigenlijk, maar goed, dat beslis je zelf. Dus ik geef die allemaal af en dan heb ik deze bestelling voltooid. Dat wil zeggen dat dit bootje kan wegvaren. En ik krijg er ook nog punten voor en de punten staan hierop, dus 2 punten. In plaats van een bestelling te leveren aan de boot, kan ik met het fruit dat ik heb verzameld ook 1 zakentegel kopen. De prijzen staan in de eerste kolom hier. Bijvoorbeeld, voor uit deze rij iets te kopen heb ik een banaan en een limoen nodig. Dan kan ik eens eender welke tegel van hier nemen. Maar je moet wel zien dat je er plaats voor hebt. De bruine tegels, die werken net zoals jouw starttegels. Buiten dan dat je hier mag kiezen welk fruit je neemt. En per keer dat je die verplaatst, mag je eentje extra nemen. Dus stel dat die in deze plaats lag en ik verplaats die 2 stappen. Dan kan ik dus zeggen, ik neem een limoen en een pruim of wat dan ook. En dan kan ik vervolgens eentje extra nemen. Zo, dan hebben we ook de bepaalde locaties. Deze nemen gewoon 1 tegel in. Dus die kan je hier bijvoorbeeld op de rand leggen. Dat mag, maar ook ergens in het midden ligt die gewoon gigantisch in de weg. En dan heb je andere vervangtegels, die donkere groene, die stellen een andere tegel voor die hier ligt. Dus als ik deze koop, mag ik de betreffende tegel hier nemen met de locatie. In dit geval een springkasteel precies, of wat is het, avonturenland. En dan moet ik die ergens op mijn bordje kunnen leggen. Ja, als je dat te snel doet, dan kan je jouw fruit niet meer bewegen, want het kan er niet over gaan. Dus dat is problematisch. Dus je wil eigenlijk al meerdere bestellingen geleverd hebben om plaats te hebben, voldoende plaats. En zeker de tegels die heel veel punten opleveren, nemen 4 vakjes in. Dus je moet echt wel ruimte daarvoor maken. Los van welke tegel je neemt, score je sowieso de punten hier aan de zijkant. 1, 2, 3, 4 of 5, afhankelijk van de rij waaruit je kiest. Je moet ook meer fruit betalen natuurlijk. Bovendien, iedere keer dat een zakenfiche wordt genomen, gaat de rondemarkeerder 1 stap voorwaarts. De meeste punten op deze fiches neem je meteen, maar er zijn een aantal stalletjes die opleveren naar gelang wat we hebben verzameld, dus die score je pas op het einde van het spel. Bijvoorbeeld deze, dit catering kraampje scoort 4 punten per zakenfiche op jouw eiland met dit symbool, dus dat zijn die extra fruitmanden. Maar die staan op de laatste pagina even samengevat, dat zijn deze 4. Ik zal het nu ook even hebben over de ijscrème-karretjes. Dus stel dat je zo een neemt, laten we er ook weer even van uitgaan dat we net iets meer plaats al hebben gemaakt. Dus dan mag je die ener waar op je bord leggen en wanneer je die gaat verplaatsen, kan je per stap die je zet, kan je een ijsje kopen. Voor de ijsjes te kopen moet je ook weer het desbetreffende fruit hebben. Stel dat ik 2 bananen, 2 granaatappels en 2 mangostenen heb, dan kan ik dus 2 ijsjes kopen van hier. Zolang die van 12 beschikbaar zijn, zie ik geen enkele reden om die niet te nemen. En die punten score je ook meteen. Iedere keer wanneer een stapel met ijsjes opgeraakt, ga je ook de licentiemarkeerder 1 stap vooruit zetten. Dat staat ook hier aangegeven. En daar staat het ook telkens aangegeven. Bij deze milkshake moet je gewoon 2 dezelfde soorten fruit hebben voor 3 punten te scoren. Maakt niet uit welk soort fruit. Dan weet je eigenlijk alles al voor het basisspel te spelen, meer is het niet. Dan heb je nog stap 3. Ook daar moet je met fruit betalen. Iedere ronde kan je je beide fiches 1 keer verplaatsen op het spelbord. Je hebt keuze. Ofwel betaal je 1 keer en verschuif je ze samen. Dus in dit geval mag je kiezen wat ik betaal. Dat staat een vraagteken. Dus ik geef bijvoorbeeld 1 banaan af. En dan schuif ik die ofwel naar daar, ofwel naar daar. Als dat nog vrij is, ga ik waarschijnlijk naar de 2 punten. Ik neem die punten. Dus ik kan 1 keer betalen voor ze allebei naar daar te verschuiven bijvoorbeeld. Dat is oké. Of ik betaal in dit geval 2 keer. Dat mag ook iets anders zijn dan banaan. Om die ook naar hier te verschuiven. En dan krijg ik dat punt ook. En dan voor de volgende stap te zetten moet ik opnieuw eender welk fruit betalen. Dus als ik dat weer 2 keer doe, gaan ze allebei terug naar hier. Kan ik er weer een stapeltje van maken. En dan vervolgens kan ik bijvoorbeeld met 1 fruit via deze weg naar daar sturen. En hier 2 punten laten pakken. Dus dat is niet maal 2, omdat er 2 fiches zijn, want je hebt maar 1 keer betaald. En dan kan ik ze daarna weer splitsen. En dan betaal ik 2 limoenen voor elk naar 1 kant te gaan. Dan heb ik 5. Maar in 1 beurt mag je ze dus allebei maar 1 keer verplaatsen. Deze punten hier beneden zijn enkel voor die limonadestand waar ik het eerder over had.
En als een fiche van achter komt, het einde haalt, dan staat er ook weer zo'n licentiemarkeerder beneden en van boven. Dus daardoor kan het einde ook dichterbij komen. Zo ziet dat er nog gemakkelijk uit, maar natuurlijk gaan de tegenstanders ook mee bewegen. Dus die gaan bepaalde posities innemen waar dat jij in geïnteresseerd bent. Dus dat is dan stap 3 en dat speelt voor de rest exact hetzelfde zoals ik al zei. Zo spelen we dus eigenlijk beurtelings verder totdat deze hier beneden staat. De ronde wordt nog wel altijd afgemaakt, zodat iedereen evenveel beurten heeft. En daarna gaan we kijken wie het verst gevorderd is op het scorespoor. Het zou eventueel kunnen dat je de 100 bent gepasseerd, maar dat zal je even moeten onthouden. En vergeet op het einde van het spel de kraampjes niet te scoren die punten leveren op het einde van het spel. Het zijn er maar 4. Deze is ook bijvoorbeeld leuk. Deze geeft je 4 punten. Per zijde die helemaal is vrijgemaakt, waar dat je het strand eigenlijk dus volledig ziet. Moest het dan nog in gelijke stand zijn, dan wordt het beslecht in het voordeel van de persoon die het laatste een beurt heeft gekregen. Dat was het dan wat betreft de spelregels. Wil je mijn kanaal steunen, dan kan dat via de link die je vindt in de omschrijving van deze video. Zoals gebruikelijk ga ik hier over de vetscore. De vormgeving van het spel vind ik mooi gedaan, het ziet er uitnodigend uit. Het is allemaal goed qua componenten, allemaal zeer degelijk. Spelregels komen ondanks een verdienstelijke poging toch nog wat rommelig over voor zo'n eenvoudig spelletje. Wat de entertainment betreft, dit is eigenlijk een soort van engine builder, maar op een andere manier dan de meeste engine builders het doen. Hier probeer je eigenlijk meer ruimte te maken op je eilandje, waardoor je eigenlijk sneller aan meer grondstoffen, fruit kan geraken. Maar daarna probeer je natuurlijk ook punten te scoren en dat doe je eigenlijk heel slim gezien door jouw motortje te vertragen, door jouw eiland terug te vullen met puntentegels. En dat vind ik een clever mechanisme. Het bolt ook heel lekker vooruit, maar dat heeft misschien als nadeel dat het misschien iets te vroeg eindigt naar mijn gevoel. Dat je denkt van, ik kom net op dreef en nu eindigt het al. Dat kan een beetje een teleurstellend gevoel geven, zeker als je dat niet had verwacht. Het spel is zeker niet te langdradig, dus het kan ook positief zijn. Qua mechanisme is het spel super simpel, ook al is het nieuw. Je verschuift een tegeltje x aantal stappen en dat is ook het aantal stukken fruit dat je krijgt van wat op de tegel staat. En dan koop je daar dingen mee. Simpel. Herspeelbaarheid zit ook nog redelijk goed, omdat er een gevorderde variant is. En omdat je telkens met andere tegeltjes gaat spelen, dus het gaat altijd wel een beetje verschillend zijn. Maar wat je doet is natuurlijk heel repetitief. Het is wel een positief verhaal wat betreft het aantal spelers, want het speelt van 1 tot 4. En ik zou niet kunnen zeggen welk aantal nu echt het beste is. Ik denk dat het puur van jouw voorkeuren afhangt. Met 2 gaat de timing misschien meer onder jouw controle vallen, terwijl met 4 kan het ineens snel vooruit gaan en dan heb je daar niet op geanticipeerd. Solo speelt het ook goed, maar ik zou het niet per se omschrijven als de hoogvlieger. Ik zou het liever spelen met andere spelers dan alleen. In conclusie, dit spelletje vind ik geweldig omwille van het nieuwe mechanisme. Ik zou het misschien ook wel terugzien in andere spellen. Verder is het snel gedaan. Iets te snel in het begin als je niet weet aan wat je moet verwachten. Dus dat viel in het begin een beetje tegen van, is het dat? Maar naarmate ik het spel meer heb gespeeld, komt het wel meer tot zijn recht, ook omdat je weet wat je moet verwachten. Vandaar ook deze goede score. Wil je meer spellen zien die lijken op Juicy Fruit, dan heb ik hier een aantal suggesties. Abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.